Hallo, hier zijn we weer. Vandaag tekenen we de hoed van Samson en Gert. De hoed van de burgemeester natuurlijk. Hè. Dus we beginnen. De burgemeester heeft een hoge hoed. Een echte burgemeestershoed. Zo. Hetgeen belangrijk is, is natuurlijk dat het hoofd van de burgemeester in de hoed past. Dus hier tekenen we het gat onderaan in de hoed. Zo. Ik spaar deze ruimte een beetje uit, omdat dat duidelijk weergeeft waar de burgemeester zijn hoofd zal moeten inpassen. Zo. En dan gaan we de hoed inkleuren. Dus we gaan die donker inkleuren. Dus eigenlijk is een zwarte hoed. Zo. En ik laat een beetje ruimte. Deze ruimte hier laat ik open. Omdat ik dit dan in het blauw ga kleuren. En waarom doen we dat? Dat geeft een mooi glanseffect. Alsof de hoed een beetje blinkt. Zo. En dan waar het hoofd van de burgemeester moet inpassen, is dit vlak. Ja, en dat ga ik ook een beetje donkerder in kleuren. Zo. Ja, en nu de delen die nog overschieten, die ga ik in het blauw kleuren. Om een beetje die glans van die hoed weer te geven. Zo. En dit hier ook. Ga ik nog eens de omtreklijnen overtrekken. Zo. Ziezo, dat was het voor vandaag. De hoed van de burgemeester van Samson en Gert.